Goedemiddag iedereen! Welkom iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Vandaag dus geen Rommel Maarten, omdat er wel Rommel Maarten zijn, maar ik moet werken. Het is mijn werkend weekend, dus niet aan te doen, geen Rommel Maarten vlogs. Daarom dat ik rap wat andere video's maak, zodat ik jullie kan blijven entertainen. Ja. Het gezien in de titel wat we gaan doen. Vandaag gaan we dus al de films tonen in mijn collectie met de letter C. We gaan er direct aan beginnen. Let's go, yo. Het is hier mega warm. En had er ook last van de warmte? Ik wel. Alles wat dat boven 25 graden is, is voor mij allemaal niet nodig. Hè? Dus 23, 24, maximum 25. Gewoon t-shirt weer. Het is al dat we nodig hebben. Dat we gewoon in onze t-shirt kunnen lopen. Voilà. Zo, het is al dat we wel. Moeten we niet aan dat dat 30 graden is en al. Dat moet niet. Stop er maar mee. Ik weet niet wie dat controleert. Of wie dat hier allemaal toelaat, dat warm weer. Maar het mag dan zijn nu. Oké? Okay? Goed. Verder met de video. Goed. De eerste film dat ik hier heb met de letter C is met Jason Statham. Dat is Cash Drop. Cash Truck. Een film by Guy Ritchie. Voilà ze. Die heb ik gezien. Supergoeie film. Trouwens, al die films dat ik ga tonen, heb ik allemaal al gezien. Dan de volgende is op DVD. Dat is met David Bradley. Wat dat, leeft die nog, ja of nee? Ik weet het niet, maar je kunt er niks meer over vinden, over die event. Of dat hij nog leeft, ja of nee, op het internet. Dus oké, maakt niet uit. Dus dat is Cyborg Cop 2. Cyborg Cop 2. Voilà. Dan de volgende is Cyborg Cop 1. Voilà. Dat zijn geen goede films, maar voor mij is dat een beetje nostalgie. Dat is vroeger zag ik dat graag als ik kind was en al. En ja, frita, ik heb dat graag in mijn collectie. Dan de volgende is een Disney. Dat is Chicken Little. Ook een goede tekenfilm. De volgende is op Blu-ray Cars. Op DVD Cars 2. Voilà. Dan de volgende is een serie, supergoeie serie, waar gebeurt ook, Chernobyl, supergoeie serie. Dan de volgende vind ik persoonlijk ook een hele goeie, dat is Chappie met de slipcover, voilà. Dan de volgende is met Kevin Hart en Dwayne The Rock Johnson, dat is Central Intelligence, voilà. De volgende film is ook een goede film, dat is Cloverfield. Dan de volgende is een documentaire dat ik nog niet gezien heb, dus eigenlijk moet dat hier niet in zitten, maar ik ga het ondertussen nog tonen. Dat is Die Chroniken des Adolf Hitler. Hotler ging ik zeggen, Hitler. Voilà, je gaat misschien zeggen, ja, maar dat begint met een D. Maar ja, alles wat dat de en weet ik veel allemaal, dat laat ik gewoon weg. En het is gewoon het volgende woord. Als dat begint met een C, dan vliegt dat bij de letter C. Voilà. Dan de volgende film is een classic met Arnold Schwarzenegger. Dat is Commando. Voilà ze. Dan de volgende, nog een classic met Sylvester Stallone. Dat is Cobra. Supergoeie film. Dan de volgende is ook een goeie. Dat is een drama. Dat is Cake met Jennifer Aniston. Ook een goeie film. De volgende is een horrorfilm, dat is eigenlijk een beetje een cheap-ass film, maar ik vond hem eigenlijk echt nog goed. Dat was Countdown. Voilà. Dan de volgende, zeker een classic horrorfilm, dat is Child's Play. De volgende is niet goed, maar heb ik wel in de collectie, omdat ik ze allemaal wil sparen. Dat is Child's Play, maar de remake, dat was echt mega slecht. Dan de volgende is ook een horrorfilm, dat ik persoonlijk wel goed vond. Dat is Chernobyl Diaries. Heel goeie film. Dan vond ik ook een heel schoon, dat is A Christmas Carol. Voilà, met de slipcover. Voilà zie. Dan hebben we Captain America. The First Avenger. Dan hebben we Captain America Civil War. Captain America The Winter Soldier. Dan hebben we Captain Marvel. Ook met de slipcover. Voilà ze.
Dan hebben we op Blu-ray Creed. Voilà. Dan op 4K hebben we Creed 2. Supergoeie films, ik ben echt heel benieuwd naar de derde. En dan als laatste al, ik weet het, gaat zeggen, is het al, ja, ik weet het, in de letter C heb ik blijkbaar niet zoveel. Ik heb nog veel andere films, maar dat ik nog niet gezien heb, of dat ik moet rewatchen of zo, die in een andere kast zitten, die zitten nog niet bij mijn gesorteerde films, dus kunnen daar wel nog andere films bij zitten met de letter C, maar die ga ik nog niet tonen, enkel als ik ze gezien heb. Dus, en de laatste film met Jason Momoa is Conan the Barbarian. Ik vind dat echt wel nog een goede film. Dat, dus voilà, dus dat was het al, mensen. Super, super vlug. We zijn nu 6 minuutjes bezig en het is al gepasseerd met de letter C. Voilà, het is wat het is. Ja, voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. En als je een comment zet of zo over de films, laat maar weten. En je andere vragen of zo, stel ze in de comments. Like de video, dus je kunt daar nu zo een duimpje zien. Klik erop, hoe je pip. Dat is al moet doen. It makes me very happy. Very, very happy. Long time. Me very happy. Long time. Yes, yes. Oké. Okay. Voilà, dat was het. Allemaal bedankt om te kijken. Salutjes, hè. Salut.